Hallo Bram. Dag Ronda, dames en heren. Mevrouw Dirks uit Nijmegen, 3 minuten gratis winkelen. U weet wat de bedoeling is, hè? Ja, ja. Gewoon alles pakken wat je tegenkomt. Je bent juffrouw, je wil nog snel groeten. Goed aan groep 3 van de Klokkenberg. Dat is het? Ja, dat is het. Goed, je hebt een vriendin meegenomen, José achter de kar. Uitstekend. Gewoon die kar bijhouden. Willem, jij geeft het startschot. De bakker, 3, 2, 1. En dan gaan we. Zo, en we zitten bij de koffie. Jongens, en moeder, gewoon een beetje aan. Kom op, we zitten. Oh, kijk eens even. Even een beetje tempo maken met die ding. 2 handen eruit. Kom op, we gaan naar de theeafdeling. Kijk eens even, daar hebben we de melk. Zo, ja. Doe maar even doorlopen. Daar hebben we zijn afwasmiddelen. Kijk eens even, alles tegelijk. Kar is vol, jongens. Nieuwe kar. Geef één kar. We gaan snel door. Pak die banden. Ruk het er maar af. Nee, laat die kar maar aan. Die nemen ze wel mee. Kijk eens even. Oh, kijk eens even. Ja, je weet het, maximaal 5. We halen het er wel uit. Oh. 4, 3, 2, 1. En stop. Stop. Het is afgelopen. Ja, we zijn heel benieuwd hoeveel het is. Het is gewoon afgelopen. Bram, kom eens even naar voren, jongen. Leuk dat je al eens in het te zien. Dit is er nou, Bram. Zo. Veel over je gehoord. Zeg Bram, jij bent natuurlijk een expert in winkelen, hè? Nou, wij niet, maar de kandidaten wel zo. Nou ja, maar jij hebt altijd meegerend, dus ja. Hoe winkel jij nou zelf met je vrouw? Nou, heel weinig. Ja, ik heb het wel gezien. Het is aan zich heel leuk. Ik moet overigens zeggen, we hebben heel veel reacties gehad. Wij betalen de boodschappen niet mensen thuis, hoor. Dat wordt betaald voor ons. Want, is dat prijzen, zo? Ja. Dat heb ik nou verkeerd begrepen. Ja. Marjan en José, die hadden 1701 gulden en 25 cent. Ik wou net praten hoeveel aan ze. Ja, ik heb het niet meer gezegd. Het is 3 miljoen 1 gulden. 25%. Hou je er dan van? Graag gedaan. En alle beste. U blijft vervolgen op de radio. En de groet aan iedereen van het Klos Nieuws Show. Oké, doen we. Tot ziens. Dag. Dag, Bram.